Busy heropent de deuren. Eigenaar Jeroen Verhoeven maakt een doorstart samen met de stichting Pleurijn. Busy werd vorig jaar gesloten na het plotseling overlijden van Malou, de vrouw van Verhoeven. Kort na de geboorte van hun dochter werd bij Malou kanker ontdekt. Verhoeven is erg blij dat zijn zaak niet verloren gaat. Afgelopen half jaar is er heel veel gebeurd. De winkels draaiden hier. Mijn vrouw was zwanger. Is toen niet goed gegaan. Mijn vrouw is dus overleden. En de zaak kon ik daarmee niet meer houden. Toen is ze dichtgebleven. En daarna heb ik Pleurijn gevonden en zijn we samen een samenwerking aangegaan. En dan zijn we vanaf november zijn we daarmee bezig. En dat hadden we ons eerste gesprek. En nu gaan we 16e gaan we open. Sanne Grijze is sinds 1 januari de nieuwe directrice van de Music Meeting. Zij volgt John van Merienboer op die vanavond afscheid neemt. Met de keuze voor de nieuwe directrice zet het festival een volgende stap naar vernieuwing. Nou, eigenlijk ben ik natuurlijk al per januari begonnen. Dus ik ben al 2 weken bezig. En wat er gaat veranderen, ja, een andere directeur brengt altijd iets anders met zich mee. Maar wat dat gaat zijn, dat is voor mij ook nog spannend. Ik ben vooral heel veel aan het praten met mensen. Heel veel aan het luisteren naar bezoekers, naar vrijwilligers, naar mensen die meewerken, naar de gemeente, naar het bestuur. Met iedereen aan het praten en aan het kijken of ik daar een rode draad in kan vinden. We zijn natuurlijk een festival wat al hartstikke lang bestaat. De komende editie in juni is de 33ste. Dus dat betekent dat je eigenlijk ruim 30 jaar bestaat, wat heel bijzonder is voor een festival. Dus een enorme kwaliteit die we eigenlijk, als ik er zo nu naar kijk, nog niet echt uitdragen. Weet je, het bestaat 30 jaar. 30 jaar lang waanzinnige internationale artiesten. Ontmoetingen die je eigenlijk gewoon nooit meemaakt in Nederland, soms zelfs niet in Europa. En we doen daar toch heel Hollands bescheiden over. Dus dat nog meer uitdragen en naar buiten brengen en laten zien wat voor een pareltje er eigenlijk elk jaar in Nijmegen plaatsvindt. Nou, dat zie ik wel als mijn grootste opdracht.